Kom op! Nog één! Oh, dit is echt perfect zo! Live Together is echt een mooie plek om te wonen, vinden jullie niet? En de vrouwen gaan dol zijn op onze spieren. Ja, maar echt hoor! Jongens, oh, we daarom zijn zo trainen lekker natuurlijk. Aan het trainen, ik hou ervan! Echt waar, dit is zo veel beter van broekeven! Gewoon elke dag bij het strand, gewoon lekker trainen jongens! Ja, oh, zeker! Ik kan niet wachten, alleen... Die meiden ook alweer klaar met werk en dat soort dingen. Zoe moest nog wat dingen doen in haar bakkerij. Oh, wacht eens even, over Zoe gesproken. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, ik ook niet. Ze stuurt mij letterlijk een Snapchat op Roblox Snapchat. En Sarah ook. Laten we eens kijken. Sarah stuurt een snap, jongens, met Dennis. We hebben je hulp nodig. Oké. Zoe stuurt een Snapchat met help. Jongens, help. Wat? Ik weet niet of het goed is, maar volgens mij is er wat aan de hand met de meiden. Zullen we erheen rijden voor de zekerheid? Zo klinkt het wel. Ja, laten we erheen. We hebben hier gelukkig de auto's geparkeerd en ik weet waar ze zijn. Ik bedoel, als de liefde van mijn leven hulp nodig heeft, dan bieden we hulp toch, jongens? Oké, gaan we erheen. Deze kant op. Zoe werkt namelijk in de bakkerij, een stukje hier vandaan. En dat is volgens mij hier. Zo, kijk eens aan, perfect. Zoe, Sarah? Ja, daar eindelijk. Wat is er aan de hand? Kijk, gaat alles goed? Nou, nu wel. Rustig aan, meiden. Ja, iemand stuurt ons rare dingen. Ja, iemand stuurt ons hele rare snaps. Of Snapchat. Ja, een opa of zo. Wacht even, Tommy, hoor je dit? Een opa? Was heel raar, opa. Zoe, even rustig aan. Laten we vanaf het begin beginnen, oké? Je was vanochtend samen met Zoe aan het werk in je mooie bakkerij hier Live Together, toch? Niks aan de hand. Ja, dat klopt. En dan wil je zeggen dat er een rare klant is geweest, of hoe zit het? Ja, nou, hij kwam hier ook langs en hij maakte allemaal foto's van ons, leek het wel. Foto's van jullie? Ja. Foto's. En je wil zeggen een oude man? Een hele oude man. Oké dan. Oké, maar Zoe, heb je de politie gebeld of iets? Snapchat en zo. Wacht, rare foto's. Ja. Maar hoe heeft hij jullie toegevoegd als... Ik weet het niet. Dat is toch mega raar. Oké, luister. Dus je wil zeggen dat een rare vieze opa jullie heeft toegevoegd op Roblox Snapchat? En dat hij allemaal rare foto's naar jullie stuurt? Hele rare foto's. Ja, met hele rare teksten ook. Oké, weet je wat jullie doen? Ik heb wel een idee, Tommy. Wat nou als jullie zeggen van... Hey, ik heb een nieuwe Snapchat. En dan geven jullie mijn Roblox Snapchat naam aan hem. Dan kan ik ook zien wat voor foto's hij stuurt. Oké, dat kan wel. En dan op die manier, Tommy, kan jij met jouw telefoon allemaal foto's daarvan maken? Een soort van screenshots als bewijs? En dat bewijs kunnen we dan naar de politie brengen als het te ver gaat, toch? Naar de politie brengen, inderdaad. Dat is een hele slimme. En de politie en Live Together weet wel raad met dat soort piespeuken. Ja, ik hoop van wel. Ja, ik vind het echt een beetje slim. En allemaal. We kunnen hem zelfs nog in de val lopen of iets, toch? Maar inderdaad, luister, heel erg slim. Een wijze tip, geef nooit zomaar je Roblox Snapchat of wat dan ook aan wie dan ook. Want je weet nooit wie er achter zo'n telefoontje zit, oké? Dat is hartstikke onveilig. Maar jullie willen zeggen dat hij jullie zomaar heeft toegepast zonder dat hij niet met hem gepraat of iets. Nee, wij kennen hem helemaal niet. Ik hoop dat Snapchat heeft lopen hacken, Tommy. Dat kan toch niet anders? Hoe komt hij anders dan een snapname? Maar ook, ik weet het niet, maar ik vind het echt niet. Pak jullie telefoon erbij en we moeten het zo onopvallend mogelijk maken. Stuur een foto van jullie zelf, oké? Een selfie. Een selfie en dan met, hey, ik heb een nieuwe Snapchat naam, voeg me toe. Dan ben ik benieuwd of die opa mij toevoegt op Roblox Snapchat. Ik vind het wel heel erg raar, Tommy. Ja, ik ook. Ik heb een snap gestuurd naar die oude man. Goed, zo, in de tussentijd. Mag mij anders wat te eten hier? Wat wil je hebben? Doe maar iets gezonds, want Tommy, Sam en ik zaten te trainen toch vanochtend? Inderdaad, we zaten heel erg hard te trainen. Een appeltje is wel lekker, dank je, Zoe. Alleen, jongens, tot nu toe heb ik nog niks van die oude opa of iets. Hij heeft me nog niet toegevoegd. Dus ik denk dat we er vanaf zijn. Ja, ik hoop het. Ik mag het hopen van wel. Jongens, dat is te vroeg gejuicht. Ik heb letterlijk een snap onderin van opa. Ga ik over van opa? Ja, kijk maar. Wat zegt hij? Zoe, kan je voor de zekerheid iets doen voor me en de deur op slot doen? Ja, dat ga ik wel even doen. Oké, jongens, ik pak mijn snap erbij, oké? Eens even kijken wat hij heeft gestuurd. Met een hele rare snor. Wat stuurt hij dan? Nou, hij ziet er sowieso al uit als een rare oude opa. Ja, dat klopt. Laat ik de snap openen, jongens. Wat? Hij stuurt hi cuties. Oftewel, hey knapperd, schattigert. Ja, zoiets zei hij net ook. Een snapchat Dat is hem, dat moet juist wel. Oh, en hij stuurt er nog een met spieren kwijt.
kijken. Tommy, maak je foto's van. Maak je foto's van met je telefoon. Dennis, ik vind het echt heel raar allemaal. Dat is echt mega raar. Weet je wat? Ik ga op hem reageren, oké? Maak je geen zorgen. We moeten hem in de val lokken, zodat we dit bewijs bij de politie kunnen afleveren. Oké, en doe een leuke pose of iets. Oké, eens even kijken. Dan maak ik gewoon een Snapchat van jou om net te doen alsof jij het bent. Dus ik draai mijn camera. Ja, kijk eens aan. En cheese. Oké, perfect. Cheese. Wat zal ik erbij typen? Hey, knappert. Weet je wel, dat gaan we typen. Moet hem in de val lokken. Ja, inderdaad. Dat naar die opa. Kijk eens aan, verstuurd. Maar nu laat ik het lijken alsof ik Zoe ben. Maar ik ben Zoe helemaal niet. Nee, precies. Oké, jongens, in de tussentijd. Omdat de opa weet dat we hier zijn, laten we hier weggaan. Oké, met z'n allen. Ja, laten we naar een andere plek. Laten we naar een andere plek gaan, oké? We kunnen anders wel even naar mijn huis, als jullie dat fijner vinden. Oké, jongens, volg mij, oké? Ik heb namelijk een nieuw huis gekocht in Live Together. Jongens, ik doe zo meteen de garage voor jullie ook, oké? Oké, laten wij naar beneden gaan. Kijk eens aan, Sarah. Dit is bij mijn nieuwe huis. Jazeker, dit kan allemaal in Live Together. Oké, stap uit en laten we de deur boven open doen. De deurtje open en laten we naar boven gaan. Dan kunnen we de voordeur voor ze open doen. Eens even kijken. Jongens, kom maar binnen, hoor. Oké. Eens even kijken wat die rare man heeft gestuurd. Oké, laten we hier gaan staan. Dan ga ik het openen, oké, bij de keuken. Ik pak mijn telefoon erbij. Oké, daar ga ik. Hij stuurt beauty. Oh! Wat is dat? Denkt die open wel niet? Wat moeten we terugsturen? We zijn sowieso al neergerijd. Oké, je moet net alsof doet dat je die open ook leuk vindt. Hoe raar dat ook klinkt. Oké, weet je wat? Ik maak een stapje erin. Van jou, Sarah. Oké, sta hier bij de keuken. Van mij? Oké. Ik weet al iets. Sta aan de andere kant. Aan de andere kant daar zo. Oké, let op jongens. Ik weet de goede snap. Misschien moet je die open ook knap noemen of zo. Hier knappert. Ik ben home alone. Oftewel, ik ben alleen thuis. Eens even kijken. Zo, en dan naar die opa. Inderdaad. Het is echt super smerig. Het is echt een vieze opa, jongens. Echt een vieze opa. Ja, dat is wel in de tussentijd. Wat vinden jullie van mijn nieuwe huis? Met mijn keuken hier natuurlijk. Ja, dat is mega mooi. Echt heel veel rondleiding geven. Mega. Dus oké, ik kan jullie wel een kleine rondleiding geven. Ik heb hier namelijk een buitenzwembad. Wow, dat is mega vet. Oh, hier is een glijbaan. Naar binnen, oké. Glijbaan? Oké. Jongens, zoals ik wel wil bekennen, ik woon hier wel met mijn ouders, oké? Dus niks loopt. Oh, jongens, ik heb weer een Snapchat van die rare persoon. Echt, heeft hij wat gestuurd? Wat zegt hij? Laat ik mijn telefoon erbij pakken. Wat zegt hij? Hij stuurt, is dit jullie school? Met de school waar we op zitten? Wat? Weet jij dat dan? Wat? En hij stuurt daarna, kan ik Het wordt wel heel raar nu. Ja? Wat? Bedoelt hij dat hij naar ons huis kan komen? Ik weet niet of ik dat wel wil, hoor. Ik denk dat hij dat wel bedoelt, maar dat gaan we niet doen, ik toch? Ik vond het in het begin wel een beetje grappig, maar ik vind het best wel eng worden. Nou, ik vind het niet zo grappig. Heel eng. Heel erg creepy aan het worden. Luister, Zoe en Sarah, jullie weten al toch dat we vandaag vrij zijn. Jullie zijn toch niet op school geweest? Nee, daarom. Tommy en Sam, jullie toch ook niet vandaag? Hoe weet hij dat dan? Hoe weet hij dat wij op die school zitten? Ik vind het heel erg raar. Ik vind het heel erg. Maar ik hoop dat we erbij wonen. Hij stuurt weer een snap. Oké, wacht even hoor. Alweer? Samen een drankje doen. Ik zou die even overslaan hoor. Wat bedoelt hij daarmee? Sarah, sta hier. Bij het zwembad. Ik maak een snap van jou. Zo perfect. En we maken een foto. Zwemmen. Ik wou dat jij hier was. Ik wou dat jij hier was. Knappert. Jongens, we moeten hem in de val lokken. Ja, inderdaad. Dan is dit de juiste manier om het te doen. Weet je wat we moeten doen? Ik denk dat we ergens met hem moeten afspreken. En dat wij natuurlijk niet met hem gaan afspreken. Maar dat we kunnen kijken of hij daadwerkelijk komt opdagen. Echt een oude opa is, oké? We maken namelijk allemaal gebruik van Snapchat filters. Dat weet je niet. Op Snapchat kan je niemand vertrouwen, oké? Helemaal niemand. Oké, laten we naar een plek gaan. Misschien naar de Starbucks of iets. En dat we daar met hem kunnen afspreken. Volg mij, jongens. Ja, dat is beter dan hier thuis. Nee, we moeten sowieso nooit bij je thuis afspreken. We moeten in de buurt zijn van de politie.
politiebureau en hij stuurt weer een Snapchat. Hij stuurt... En wat zegt hij? Ik hou van Sammy met een enge Snapchat-filter. Tommy kijkt al lekker naar ze moet uit te zien. Ja. Oh, nou, ik kan zelf op het beeld totaal niet. Oké, weet je wat? We negeren hem eventjes. En dan wordt hij waarschijnlijk ongeduldig, denk ik. Oké, laten we de deur openen en laten we gaan, oké? Sarah, wij moeten naar de garage. Jongens, daar in de verte is de Starbucks. Oké, laten we de auto's neerzetten voor de zekerheid. Ja, dat is heel slim. Okay, laten we uitstappen, jongens. Laten we gaan deze kant op. Ik ben benieuwd of die ze komen opdagen. Ik moet sowieso nu een snap sturen. Ik ben heel benieuwd. Hé, kom naar de Starbucks. Dus wacht, Sarah. Jij moet hiervoor staan, oké? Dan kan ik een snap maken van de Starbucks. En dan gaan we hier weg, oké? Ik zou een Roblox Snapchat maken van jou. Perfect. Kom naar de Starbucks. Eens even kijken en dat versturen naar hem. Oké, weg hier, jongens. Weg hier, weg hier. Laten we hier naartoe gaan. Oké, naar de speeltuin. Laten we net doen alsof we hier naar zijn. Misschien gaat die opa hier ook wel naartoe. Maar hier kunnen we in de gaten houden, oké? Of we iemand aanzien komen lopen of iets. Ik krijg weer een snap van hem. Sta bij mij, jongens. Alweer? Ik heb weer een Snapchat van de opa en hij stuurt lekker winkelen, cutie. Smeerlap. Daar moet je echt uit de buurt bij blijven. Ik heb een snap. Misschien een reactie. Hij stuurt ook poepie. Oké, hij komt eraan, jongens. Hou jullie telefoon gereed, oké? Om een snap te maken, want als hij daar is. Ja, jij zeker. Hebt het bewijs, toch, Tommy? We zijn alles ik heb het bewijs. Er komt iemand aan. Wacht, laat me zijn telefoon bij. Dat is hem, toch? Dat is hem. Dat is de opa. Wacht, hij praat toch? Ik hoor hem praten. Zo, volgens mij hadden ze hier afgesproken. Even aan tafel zitten, hoor. Wacht, jongens. Hij verwacht natuurlijk Sarah. Tommy, wat als wij naar binnen gaan? Sam, blijf hier bij de meiden, oké? Tommy, kom met hem mee, oké? Wij gaan naar binnen. Doe voorzichtig. Je komt goed. Wij gaan die open confronteren. Oké? Hem een beetje bespioneren. Hier zitten ze op doen dat er niks aan de hand is. La 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 la. Perfect. La 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 la. Zo, kijk eens aan. Niks aan de hand hier. Tommy, ik heb weer een Snapchat gekregen van hem, oké? Hij zit achter jou. Ja, hij is hier. Laat ik hem openen, oké? Wat stuurt hij, Dennis? Wat stuurt hij? Ik wacht op je, stuurt hij, Tommy. Ik wacht op je. Hij heeft weer een nieuwe snap gestuurd. Hij stuurt, het is lekker gezellig. Maar hij stinkt ook zo erg. Ik ruik hem gewoon vanaf hier. Hallo? Hallo, meneer. Wat ben jij hier aan het doen zo laat bij de Starbucks in de avond? Nou, ik had met iemand afgesproken. Tommy? Met iemand afgesproken? Met wie dan? Met wie heb je dan afgesproken? Waarom willen jullie dit weten? Jullie zijn toch wel benieuwd. Ja, we komen hier gewoon lekker koffie drinken, heb lekker chillen. Heb ik bijvoorbeeld met een omaatje afgesproken of met iemand anders? Iemand van uw leeftijd of is het echt een jong iemand? Ja? Iemand van uw leeftijd. Waar ik mee heb afgesproken, die is 75. Oh, echt waar? Weet u dat zeker, meneer? 75 jaar. En niet iemand minderjarig of iets waarmee u afspreekt? Nee, waarom zou ik? Dat is hartstikke vies. Inderdaad, waarom zou u? Oh, ja. Oké, en hoe hebben jullie elkaar ontmoet dan? Via wat? Nou, we waren gezellig aan het winkelen en we stonden bij elkaar in de rij bij de kassa. En toen hadden we allemaal gezellige praatjes. Dus niet dat je opeens een random meisje bij een bakkerij hebt gevonden en hebt toegevoegd op Roblox Snapchat? Nee, het was gewoon een random vrouw, oké? Oké, en hoe ziet ze eruit dan? Omschrijf haar een beetje. Nou, ze heeft grijs haar en een brilletje op. Natuurlijk allemaal oude mensenkleren en zo. Oké, luister. Stop maar met die onzin, oké? Ja. Rare vieze man. Inderdaad. Wat doen jullie nou hier? Ik ben erbij, opa. Je bent erbij, oké? Je bent op heterdaad betrapt. Want kijk eens uit het raam daar zo. Kijk eens uit het raam daar zo. Wie zie je daar staan? Is dat niet het meisje waarmee je hebt afgesproken? Dat is geen opa, En kijk dit eens eventjes. Ben jij dit niet hier op mijn Snapchat? Nee. Oh nee, die foto lijkt verdacht veel op jou. Oh, wacht even hoor. Wacht even voor de zekerheid. Eens even kijken hier. Het lijkt echt één op één hoor. Jongens, kunnen jullie weggaan, want ik vind het niet prettig. Pas op voor deze vieze opa in Life Together. Zo, en die ga ik in mijn story zetten. En die ga ik ook nog eens even kijken sturen naar iedereen. Zo, kijk eens aan. Ik heb hem opgeslagen. Dat mag helemaal niet, hè. Luister, vieze man. We gaan al deze foto's die je hebt gestuurd, die brengen we naar de politie. Heb je dat goed begrepen? Je bent op heel goed bewijs. Ja, je smeerlap.
viespeuk! Je bent echt een viespeuk! Nee, dat klopt niet. Ah, dat vieshoesje ook! Ja, wacht maar! De politie gaat je arresteren, ja? De politie gaat je arresteren! Tommy, bel de politie nu meteen! Ik bel meteen de politie! Jij fotografeert mij! Oh, dat maakt me niks uit, oké? Je bent een viespeuk! Je zit allemaal jonge meisjes te snappen op Roblox Snapchat! En jij wordt gearresteerd, ja? De politie is nu al gebeld, toch, Tommy? Ze voegen mij toe! Ja, ik heb de politie gebeld! De politie is nu op de hoogte! Gevangenis, oké? Ja, ons werk zit erop. Nee, smerige viespeuk naar de gevangenis hier in de live together. Dat zal hem leren, Tommy. Dat zal hem leren, inderdaad. Laten we hier weggaan totdat de politie komt. Wat een vieze opa. Gatsidori. En dat is ook een wijze les. Voeg nooit zomaar iemand toe op Roblox Snapchat. Je weet nooit wie erachter zit. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!